The Kingdom of the Netherlands welcomes the fact that the rights of lesbian, gay and transgender people. Het is januari, het is koud, maar we staan hier heel warm in Paradiso met heel veel gay-organisaties die zichzelf allemaal presenteren. Wij als NVS zijn hier natuurlijk ook bij, want ook wij hebben een belangrijke stem in deze Amsterdamse wereld. Er komen ook heel veel organisaties vanuit heel Nederland. Daar gaan we er een paar van uitpikken, maar voor nu ook een heel gelukkig nieuwjaar van NVS. Happy New Year! Want jemig mensen! Wat is er in die 10 jaar ongelooflijk veel veranderd? Onze hele sociale wereld wordt steeds digitaler. En het lijkt erop dat we daardoor zowel meer verbonden, maar ook meer verdeeld worden. De manier waarop we elkaar ontmoeten verandert. In de kroeg werd het rustiger, maar her en Ryden, Grindr zijn niet meer weg te denken. Maar hoe gaaf is dat eigenlijk ook? Om je op Twitter verbonden te weten met duizenden trans people of color van over de hele wereld. Om op Instagram met miljoenen lesbische meiden je held te volgen. Om te weten dat je niet de enige bent die non-binair is. En hoe gaaf is het dat op YouTube een krachtig nieuw rolmodel opstaat. Homo en lesbisch werd LHBT en dat werd weer LHBTIQ+. En doe er nog maar 60 letters bij, want als duidelijk is hoeveel verschillen er bestaan tussen mensen, wordt dat misschien eindelijk een beetje normaal. Wat is er nou zo onwijs gaaf aan Truecallers? Dat we hier samen staan. Dat we met al die prachtige verschillen, met al die letters, met al die communities, met al onze kleuren en culturen, dat we samen dingen voor elkaar boksen. Waar gaan we voor in 2020? We willen een beter asielbeleid, zonder stereotypen en zonder de LHBTI's die worden teruggestuurd naar Iran. We gaan voor een land waar iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn en hand in hand over straat kan lopen. De Kamer slaat hierover binnenkort. En mijn oproep is helder. Veranker onze rechten in artikel 1 van de grondwet. En dat iedereen de juiste pronouns moet gebruiken. En dat iedereen zijn eigen letter heeft in de LGBTQI+ community. Maar veel reacties hoor je die negatief zijn over... sowieso is het slecht Nederlands om hun te gebruiken of zo, zeggen ze. En waarom zo moeilijk doen? De belangrijkste boodschap is, het gaat niet over jou, hè. Het gaat niet over jou, het gaat juist over de emancipatie van volgende groepen klaarstaan. En daarom zijn al die letters zo belangrijk. Iedereen wil uiteindelijk erkend worden. En dat gebeurt door je te verplaatsen in de handen. Dat hebben we allemaal meegemaakt, deze vorm van emancipatie. Er staan hier allemaal mensen die allemaal hun eigen weg hebben gegaan. En ik vind dat wij als community die weg ook moeten vrijmaken voor anderen. En dan gebruik ik de euro. Ik heb daar geen moeite mee. Als iemand aan mij dit vraagt, ik hoef daar niks voor op te geven. Ik pronounce mezelf als she, her. Dat is hoe je mij aan kunt spreken. Als iemand het duidelijk aan mij vraagt, ik wil op deze manier aangesproken worden, daar wordt mijn eigen identiteit niet minder van, hè? Groot applaus voor onze friend in arms, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Emancipatiezaak. Ingrid van Engelshoven! Ik heb een ally, toch? Ja, zeker. Ja. Wat betekent dat voor jou, ally zijn? Ik vind het iedere dag weer heel belangrijk om overal te laten zien dat het voor iedereen gewoon heel normaal moet zijn om jezelf te kunnen zijn. En het is eigenlijk aan 2020
heel gek dat we daar nog steeds voor moeten strijden. En ik denk wat net ook gezegd was, de ander die daar ruimte voor moet laten, wordt daar niet minder van. Ja. En wordt jou niets afgenomen. Nee, rechtvaardigheid is geen taart of zo. Het is niet op een gegeven moment op. Nee. En dat nog steeds niet iedereen komt veilig over straat gaan. Dat jongeren zich niet veilig voelen in de klas. Dat sommige leerkrachten zich niet veilig voelen in de klas. Dat niet iedereen overal kan zeggen, dit ben ik. En het gaat gewoon om mijn persoon. Ja. Ik vind dat moeilijk te accepteren in een samenleving anno 2020. En ik vind ook, want in Nederland zijn een hoop van die rechten goed geregeld, steeds beter. Maar ik word af en toe ook wel een beetje bang als ik internationaal zie wat er gebeurt. En dat we echt weer gewoon moeten blijven strijden, want de tegenkrachten zijn ongelooflijk sterk. En wie nou op zo'n punt voor het terrein? Ja, oké, de battle is on. Ja, zeker. Vorig jaar hebben we hier in de flow van Pergooi, naar aanleiding van de Nashville-verklaring. Wat is er gebeurd sindsdien? Nou, er is heel veel gebeurd, want ik heb de Nashville-verklaring was ongelooflijk lelijk. Maar het heeft wel ook veel goeds gebracht. Omdat je zag, en dat was wat ik hier vorig jaar ook zei, de regenboogvlaggen waren op dit moment gewoon uitgekocht. Dus het heeft wel ook heel veel strijd, maar het heel veel bewustzijn in de samenleving gebracht. Het heeft ook gemaakt dat we bijvoorbeeld er heel veel regenbooggemeenten bij hebben. Heel veel gemeenten die zijn, die hun vinger hebben opgestoken. Wij vinden ook dat we in onze gemeente wat moeten doen. Wat is een regenbooggemeente? Tilburg hoor ik. Tilburg is een plastic, ja. Had een boot in de grachten bij de buurt. Ik was zuur. Met het thema veilig op school. Maar wij wonnen de prijs voor het best uitgewerkte thema. Daar ook echt een free ticket voor het komend jaar. Ik was zuur. Ja. Ik heb dit geregeld. Ja. Maar voor mij heb jij het gedaan. Dankjewel. Op de bootstand dansen. Ja, dat was best wel een happy situatie. Ja. Maar wat ik het komend jaar wil doen, ik wil mijn boot weggeven. Wat? Aan mij? Nee, niet aan jou. Ongelooflijk veel scholen. Er zijn heel veel jongeren en heel veel leerkrachten om die veiligheid op school echt vorm te geven. Dus ik wil aan de GSA netwerken. Heb jij door heel Nederland, ben jij langs allerlei zorginstellingen gegaan, voor ouderen. Vertel. We zijn een jaar of 7, 8 bezig in zorginstellingen waar dus niet alleen oude mensen wonen, maar ook jongere mensen die roze zijn. Want in de zorginstelling zit je niet alleen als je heel oud bent, ook misschien jonge meiden of jongens die op hele jonge leeftijd een beroerte krijgen of heel erg ziek worden, die moeten soms 30 of 40 jaar van hun leven nog slijten in een zorginstelling. En als hun vrienden dan op bezoek komen, dan kan het heel goed zijn dat je heel aardig was, maar dan ben je toch die vieze pot. En dan ben je toch die rotte nicht, of die oude vieze nicht, want hij was anders dan wij. We hebben dat initiatief opgenomen jaren geleden. Ik doe dit nu met Ashley Knight, met Wesley de Ridder. En wij gaan samen met hulp van onder andere de Angelo Fonds die zorginstellingen af om op een hele ludieke, vrolijke manier een geweldige show te geven, maar wel met een vingertje van je mag niet pesten, je moet goed zijn voor elkaar, iedereen is gelijk. En in zorginstellingen wordt op allerlei manieren heimelijk gepest door veel mensen, dus wij nemen het daar op voor alle minderheden op dat moment.
Maar oké, bedoel je dat ze gepest worden door straight people? Worden ze gepest door heteroseksuele mensen, de queer people? Ja, en het is niet alleen dat, het is ook zo van... jouw moeder zit in een zorginstelling en dan ga jij op bezoek met je vriendin en dan wordt jouw moeder gepest, want dat is die moeder van die pot. Of dat is die moeder van dat manwijf. En dan worden wij gevraagd en we hebben echt heel veel bereikt de laatste jaren in zorginstellingen dat als wij komen en we gaan over dat manwijf praten, dan komt het toch wel goed en we krijgen heel veel positieve respons, want anders heeft het natuurlijk geen nut om ermee door te gaan. Maar jij bent dus eigenlijk oudere mensen, waar ik mezelf ook onderschaam inmiddels, even weten. Ja, ik ben nog eens zonder. Jij bent dus oudere mensen aan het veranderen. Het heeft ermee te maken dat al die oude roze mensen in de zorginstellingen ervoor gezorgd hebben, lieve jonge mensen, dat jullie en wij die vrijheid hebben die we nou hebben. En daarom mogen wij die oude homo's en lesbiennes nooit vergeten. Want we moeten zeggen.